Dit is Verkiezingslink, een serie interviews bij de Omroep Link met de lokale kandidaten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap de Hollandse Delta. Mijn gast van u is Mirjam Nelissen. Mirjam, welkom in de studio. Je bent op nummer 8, sta je op de VVD-kandidatenlijst voor de provincie. Nog even voor de luisteraars en de kijkers, mijn naam is Dick Boschieter en ik interview Mirjam in het kader van die verkiezingen voor Link. Mirjam, ik heb jou 4 jaar geleden, dat is wel leuk, ook geïnterviewd. En toen deed je ook mee en toen ben je ook in de Provinciale Staten gekomen. Ja. Vertel nog eens wat over jezelf in die zin. Wat doe je in het dagelijks leven? En waarom, misschien gelijk meenemend, heb je weer kandidaat gesteld voor de VVD, voor de Provinciale Staten? Ja, nou, ik ben Mirjam Nelissen. Ik ben geboren en getogen op Goeree Overflakkee. Ik woon daar op een boerderij. Mijn man is akkerbouwer. In het dagelijks leven werk ik als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO. En daar doe ik onderzoek naar de veiligheid van infrastructuur. Dus bruggen, tunnels, sluizen, dat soort dingen. En ik ben sinds 2015 statenlid voor de VVD in Zuid-Holland. En ik heb diverse dingen in mijn portefeuille gehad. En nog steeds, zoals landbouw, stikstof, energie en bereikbaarheid. Kun je misschien vanuit het VVD-standpunt eens aangeven hoe jullie nu... Hè, want je ziet dat de minister heeft, Van der Wal, die heeft daar natuurlijk een aantal dingen over geroepen. Het kaartje over de stikstof is helaas te vroeg uitgekomen. En eigenlijk was dat ook niet goed en representatief, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk ligt nu de beslissingsbevoegdheid voor een groot deel bij die provincie straks. Hoe geef je daar als VVD nou invulling aan met alle best moeilijke keuzes die je moet maken natuurlijk? Ja, nou, dat is inderdaad het is een heel complex onderwerp en het raakt natuurlijk ook aan veel dingen. We vinden het vooral belangrijk dat, hè, waar het nu ook vanwege de keuzes van het Rijk op lijkt, dat er vooral naar de landbouwsector wordt gekeken. Vinden wij het belangrijk dat er niet alleen naar de landbouwsector wordt gekeken, maar ook naar industrie en mobiliteit. Die moeten ook hun bijdrage leveren aan het reduceren van de stikstofuitstoot. Maar heel belangrijk is ook om te kijken naar hoe is nou eigenlijk die staat van de natuur zelf. En hoe kun je die verbeteren met beheer. Dat komt toch regelmatig, komt ook ons ter oren dat sommige natuurgebieden eigenlijk niet passend beheer hebben, waardoor dat ze er niet in de beste staat van de standhouding bij staan. Mm-hmm. Natuurlijk jou ook bekend, vooral voor deze regio, hè, voor de Putten, noem ik het eigenlijk maar windmolendossier. Het is natuurlijk geen groot geheim dat een deel van de bevolking, en ik ga me niet uitspreken over hoeveel mensen, procent, maar in ieder geval een behoorlijk aantal mensen die windmolens hier niet zien zitten. Dat in de politiek overigens ook bij een aantal partijen heel duidelijk aan de orde is gekomen. Ergens zeggen jullie in het programma ook dat eigenlijk liever geen windmolens op land, het liefst op zee, als ik het zo zie. Maar als ze op land komen, dan altijd met participatie van de burgers. Ja, we hebben ons natuurlijk in het klimaatakkoord gecommitteerd aan 35 terawattuur opwekken op land. Daarnaast ook 49 terawattuur op zee. Hè. Dus alle partijen die nu zeggen, doe alles maar op zee. Ja, die afspraak van 35 terawattuur op land, die staat nu eenmaal. Dus daar moeten we invulling aan geven. Kijk, de vraag is natuurlijk wel, hoe doe je dat? Er is geen verdeling over provincies of over gemeentes afgesproken. Zuid-Holland is natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus, het is gewoon een feit dat windmolens overlast geven op het moment dat je daar op een te korte afstand van woont. Dus we moeten zorgen dat we die windmolens zetten op plekken waar mensen er geen overlast van vinden. En toch in totaal Nederland komen aan die 35 terawattuur. Nou maak ik me daar niet zo heel druk over, want bij het eerste bod vorig jaar is al 55 terawattuur geboden. Dus er is ruim overboden. Dus er zal best hier en daar ook wel wat uitvallen. Maar ik ga ervan uit dat we dat bod van 35 terawattuur kunnen halen. Als ik kijk voor Zuid-Holland of voor Voorne-Putten in het bijzonder, dan speelt natuurlijk ook nog de oude opgave van onder het energieakkoord een rol. En die wordt wel steeds moeilijker. Hè. Afspraak is afspraak, dus we vinden het belangrijk dat die wel worden nagekomen. Maar omdat dat al zo lang duurt, zijn de locaties vaak op een bepaalde afstand van woningen waar nu
doordat er zoveel tijd overheen is gegaan, eigenlijk grotere molens moeten staan om ze nog rendabel te maken dan die 10 jaar geleden werden bedacht. En ja, dan is die afstand tot die huizen vaak te klein, waardoor dat er inderdaad overlast kan ontstaan. Maar hoe dan ook, bij die opgave vinden we het enorm belangrijk dat vooral de gemeentes in gesprek gaat met de inwoners en samenkomen tot goede locaties, waar ook draagvlak voor is. En dan pas die locaties gaan ontwikkelen. Dus we zijn geen voorstander van dwang. En het liefst willen we dat natuurlijk met zoveel mogelijk draagvlak. Dus ook geen dwang naar de gemeente. Want de indruk was wel eens dat, en daar is ook wel eens mee gedreigd hier op Voorneputten, van ja, als wij ze niet gaan plaatsen, dan zal de provincie ons dwingen ze te plaatsen. En dan bepalen zij de locatie. Hoe zit jij daarin? In principe hebben we de bevoegdheid om die windmolens te plaatsen over het algemeen bij de gemeente zelf neergelegd. Op het moment dat de gemeente zelf niet leveren, dan heeft de provincie de bevoegdheid om die, om die opgave weer terug te nemen en dan zelf tot ontwikkeling te brengen. Dat heeft niet onze voorkeur, want wij willen echt het liefst dat dat samen met de bevolking, met de inwoners wordt gedaan en op draagvlak kan rekenen. Kun je nog een link leggen tussen het bouwen en de stikstof en in de zin van dat met elkaar een beetje best wel even strijdt? Want ja, er wordt natuurlijk erg veel gesteld. Je ziet het aan althans minister Hugo de Jonge natuurlijk ook, die met een gigantische hoeveelheid woningen wil laten bouwen in Nederland. En dat betekent dus in deze provincie ook. Hoe zit die VVD daarin? We hebben inderdaad een forse woningbouwopgave. En Zuid-Holland is natuurlijk al heel dicht bevolkt. Hè. We hebben de dicht bevolkte provincie ook van Nederland. Voor een groot deel gaan die woningen wel vooral in het stedelijk gebied worden gebouwd. We hebben daar eind vorig jaar ook een subsidie van het Rijk voor losgepeuterd om daar ook de mobiliteit voor te verbeteren. Dus er wordt fors geïnvesteerd in weg en spoor. Want we zeggen altijd eerst bewegen dan bouwen. Je moet natuurlijk niet hebben dat je straks een woonwijk hebt die niet ontsloten is op weginfrastructuur en bijvoorbeeld op het OV. Het is ook goed voor de leefbaarheid in de dorpen dat er af en toe wel wat huizen bij worden gebouwd. Want dan kan ook de school en de plaatselijke supermarkt open blijven. Stikstof zet dingen wel nu op slot. Op het moment dat je dat door die innovaties die reductie kan bewerkstelligen, dan kun je natuurlijk de vrijgekomen ruimte voor een deel ten goede laten komen aan de natuur. Want daar is het allemaal om begonnen. Maar een deel van die vrijgekomen ruimte kun je natuurlijk ook inzetten voor het legaliseren van de pasmelders. Hè, want daar hebben we als overheid wel echt een forse fout gemaakt. En die mensen die leven in heel veel onzekerheid. Maar een deel daarvan moet natuurlijk ook ten gunste van woningbouw worden ingezet. Heb je nog een onderwerp waarvan je zegt, daar wil ik toch nog speciaal aandacht voor vragen? Nou, een van de, belangrijke dingen die natuurlijk ook, we hadden het er net ook al eventjes over, over wind. Maar zon is ook een... zonnepanelen dus die 35 terawattuur die wordt niet alleen in wind, maar ook in zon opgewekt. En hier op Voorneputten is er natuurlijk best een groot deel zon op land op de kaart ingetekend. Ja. En dat baart mij persoonlijk wel zorgen, want dat is op vruchtbare landbouwgrond. Voorneputten heeft natuurlijk een van de beste landbouwgronden van Nederland. En we zijn nu al niet in staat om met het huidige areaal landbouwgrond de Nederlandse monden te voeden. Daarvoor moeten we al 80% van onze consumptie importeren. Dus ik vind het ook belangrijk dat mensen er bewust een bewuste keuze maken, ook bij provinciale staten. Van willen ze nou die zon op dak, zoals wij dat willen. Dus wij willen graag een meervoudig ruimtegebruik. Zonnepanelen op daken, op gevels, op industrieterreinen, op fietspaden. Vooral daar waar het meervoudig ruimtegebruik betreft en niet op die landbouwgrond. En als het dan moet, het liefst zo min mogelijk. Of zo klein mogelijke oppervlakte. Dan zijn we zo langzamerhand een beetje aan het einde van het interview gekomen. Aan jou ook, net zoals voor de andere degene die ik heb geïnterviewd, de mogelijkheid om binnen 1 minuut aan iedereen op Voorneputten en daarbuiten natuurlijk aan te geven waarom ze vooral 15 maart op jou moeten stemmen. Nou, dank je wel voor dat moment. Wat je ziet is dat er in de provincie heel veel mensen uit de stad zijn en vrij weinig mensen uit het platteland. Ik ben een van de weinige kandidaten en zeker een van de weinigen op een verkiesbare plaats
van de Zuid-Hollandse eilanden. Ik heb de afgelopen 8 jaar ook de belangen van de Zuid-Hollandse eilanden en ook van Voorne Putten dus vertegenwoordigd. Daar ga ik graag mee door. Ik wil namelijk het platteland een stem geven in Den Haag. Omdat heel veel van de onderwerpen die we net hebben besproken ook heel veel impact hebben op het platteland. En dat moet je niet alleen overlaten aan stedelijke mensen, maar daar moet je ook gewoon iemand die afkomstig is uit het gebied voor in de Provinciale Staten hebben. Dus kies Mirjam en geef het platteland een stem in Den Haag. Dankjewel Mirjam, een helder eind van dit interview. Bedankt voor jouw komst naar de studio. Ik wens je heel veel succes op 15 maart.